op 30 september staan we hier met z'n allen om die Utrecht Science Week af te trappen. Voor deze gelegenheid heb ik een gedicht geschreven, een ode aan Utrecht Science Park. Toast op 1000 jaren, overvliegende helikopters, voorbijrazende trams, baanbrekende wetenschappers, feestende afgestudeerden. Gebouwen nu en dan bont gekleurd, vormen die unieke omgeving waarin het onmogelijke soms toch mogelijk wordt. We zijn hier met meer dan 28.000 werknemers, meer dan 55.000 studenten. En het is heel belangrijk dat die ook van elkaar weten wat er gebeurt. Daarnaast is er natuurlijk een bredere doelstelling dat ook stad en regio men ook meer weet wat er hier op het Utrecht Science Park allemaal voor prachtige, bijzondere dingen gebeuren. En vandaar een vol programma met meer dan 100 sprekers, meer dan 15 partners die meedoen, tientallen locaties. Al die dingen bij elkaar brengen die diversiteit waar het Utrecht Science Park ook voor staat. Uitvinders naast docenten, artsen voor patiënten, helden met stofzuigers, muizen zonder huis. Ik denk dat de Utrecht Science Week enorm belangrijk is om te laten zien wat Utrecht allemaal te bieden heeft. En het mooie van Utrecht is dat alle ingrediënten zijn aanwezig. Er is computer science, er is AI en er is natuurlijk een medische faculteit en een enorm topnotch ziekenhuis. Op het gebied van medische technologie zijn er heel veel innovaties gaande die behandeling van kanker effectiever en patiëntvriendelijker maken. Iedereen die een beetje de krant leest weet dat er sprake is van een nogal dramatische klimaatverandering. Dit is keihard. Hier heb je geen model voor nodig. Er is dus iets aan de hand. Die 1,5 graad die bereiken we dus over 10 jaar. Dus daar kunnen we ons net zo goed op voorbereiden, want er is no way out, om het zo maar eens te zeggen. Vlinderparadijs nabij foodtrucks. Living Labs onder collegezalen, supermarkt of toch club. Een park als geen ander. Verdwalen blijft ons niet bespaard, maar is zeer de moeite waard. Een park om in te groeien. Van scholier naar student, van onderzoeker naar ondernemer. Kennis is geen impact, daar is meer voor nodig. En wat er meer voor nodig is, dat zijn ook de juiste vaardigheden en ook de juiste houding van studenten en de juiste waarde van studenten om bij te dragen aan maatschappelijke kennis. Wij zitten in een ontzettend feestjaar natuurlijk. Niet alleen omdat we 900 jaar oud zijn, maar ook omdat wij juist ons best hebben gedaan om dit te vieren met de hele stad. En eigenlijk het thema wat daar rondomheen zit is een stad zonder muren. Juist op het Science Park wordt gewerkt aan de toekomst van morgen. En dat is eigenlijk de voortzetting naar de volgende 900 jaar die we tegenkomen. Samen onderweg naar een gezonde, duurzame samenleving aan de rand van de stad, te midden van ons leven. Bedankt.